Nou, we zijn bij Chris van Heuvel. Ja, derde jaar in de OW Cup. En vorig jaar zagen we jou regelmatig in de top 5. Dat is dit jaar wat lastiger, Chris. Ja, allereerst is de concurrentie gewoon een stuk sterker geworden. Ik heb van de afgelopen winter heb ik al een nieuwe fiets aangeschaft. Waarmee ik eigenlijk ook wel de doelstelling had om ook vaak op het podium te gaan rijden. Maar ja, op de een of andere manier, het wil gewoon allemaal niet lukken. En je ziet de concurrentie sterker worden. En elke race kleine dingetjes die tegenvallen. En ik hik er elke keer weer tegenaan. Afgelopen race bijvoorbeeld was er een hele grote groep die eigenlijk streed om de tweede positie. Dus ik zat er wel, maar dan reed ik weer achteraan die groep. En dan mis ik gewoon een beetje die laatste beetje power om toch weer voor en naar voren in die groep te vechten. Dat is de beste insteek. Lekker rijden, 2 wedstrijden te gaan en het is prachtig mooi weer. Dus ook een beetje genieten, Chris. Ja, dat gaan we ook zeker doen. We hebben een hoop mensen bij, een hoop gasten. Dus daar gaan we gewoon een mooie show voor proberen neer te zetten. En het leuke is met de 17e startplek, kunnen we wel weer een mooie inhaalrace gaan rijden. Dus dat is de bedoeling. En hopelijk in ieder geval die top 10 inrijden. En dan gaan we gewoon het seizoen op een leuke manier afsluiten. En dan voor volgend jaar gaan we wel weer proberen meer richting die top te komen.